Yo kijkers van Duffy Games, en zeg nou eerlijk, jullie vonden de kerstmuziek gisteren best leuk, dus vandaag gaan we gewoon weer verder met een stukje kerstmuziek. Er is een goede tip achtergelaten in de map doc. Het schijnt dat er een bij de boot, of in ieder geval de een zegt in de boot, anders bij een huisje bij de boot, schijnt altijd een chest, of een chest, een chainmail playbody te zitten. Dus ik hoop dat het waar is, en daar gaan we dus zo meteen proberen achter te komen. Ik ga gewoon weer verder met opnemen natuurlijk als we in game zijn, anders gaat het heel lang duren, want we hebben met z'n drieën. Hallo meisje, wat doe jij hier? En oh wacht even, fine and you. Ja, ik zie jullie zo meteen weer mensen, tot zo. Of zou ik gewoon kerstmuziek heel de tijd aan gaan zetten nu? Ik wil heel episch, hè. Ik weet niet hoe die gaat, want ik heb hem nu niet aanstaan. Nou ja, mensen, in ieder geval, tot zo. Hey Duffy Gamers, help. Deze lobby is awkward. Deze gozer komt naar mij toe en kijk wat hij typt. Kiss me. Ik wil het niet. Nee, ik wil het niet. Nee, we zijn nog steeds aan het wachten. Hè. Ik wacht serieus nu iets van een minuut. Maar goed, ja, derp. Denk ik dan maar. Yo kijkers van Duffy Games. We zitten nog steeds niet in game. Oh, de game ging nu over 30 seconden start. Dat is cool. Deden de join en leave mensen nog steeds. Het is gewoon zeer irritant. Maar die game gaat dus nu beginnen. Nu stroomt het eindelijk vol. Het heeft echt lang geduurd. Maar goed, we kunnen nu eindelijk beginnen. Of nou ja, beginnen. De game start bijna. Maar ik denk van, weet je, jullie willen gewoon nog een stukje kerstmuziek horen. Want het is bijna kerst, mensen. Ook al begint de zomer nog niet eens. Maar dat doet er verder niet toe. Goed, we gaan over 6 seconden beginnen. En dit is dus Petro. Petro. Oké, goed. Dan moet ik eventjes goed nadenken. Kan je denken? Kijk, hoe zo'n smerige spawn heb ik dat ik... Nou, wauw. Ik moet gewoon dubbel springen. Weet je wat? Ik ga meteen naar de boot toe. Ik laat dit keer een keer de chest voor wat het is. Ik ren meteen die kant op, want ik weet dat ik daar naartoe moet. Oké, er spelen wat VIP's en MVP's mee. Nou goed, het zij zo. Ik kijk vast deze kant op. Ik ga gewoon kaart rennen. Dat is de enige reden... Ja, weet je, als je een chain body hebt, laat het eerlijk zijn, dat is gewoon een goede body. Dus ik ga daar gewoon voor. En... Go. Ta ta ta. Oh shit, dat was een botsing. Let's go. Oké, even kijken. Als het goed is, moet ik hier gewoon nu recht door. En dan moet ik hier nu naar rechts. Dan moet ik hier ergens een zometeen of een huis of op de ik denk op de boot zelf dat daar dingen in zitten. Deze chest kan ik natuurlijk nu niet laten liggen. En of ik die niet kan laten liggen. Damn. Oké, hier zit de boot. Er is ook iemand achter me aan. Maar hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik op die boot komen? What the heck? Oké. Daar moet ik even iets over gaan bedenken. Hoe ik in deze boot ga komen. Want ja, dit is nogal pittig lastig. Hè? Hoe kom je in zo'n boot? Er is niet... Hè? Wat? Damn. Kan ik het van de vier halen? Nee, vast niet. Ah. Oké, dit gaat hem niet worden, mensen. Ik weet niet hoe ik in deze boot ga komen. Dat het gewoon... De afstand is gewoon veel te ver. Laten we eerlijk zijn. Dit is gewoon... Ja, misschien dat... Ja, nee, ik weet het niet. Weet je, we gaan gewoon door met mijn chest halen. Ik weet niet hoe ik op die boot kom. Dat faalt. Of moet ik daar langs? Oh, ik kan daar zo meteen langs. Goed, pak even deze chest. En dan gaan we dan nog eens een keer proberen. Er gaan heel veel mensen al dood. Maar goed, dat maakt ons helemaal niks uit. Extra voedsel, dat kan nooit geen kwaad. Ik denk dat ik hier namelijk erop kan. Het ziet er wel zo uit volgens mij. Als ik hier de water voor inklim. En dan ik dan hier op het steen uit... Oh, what the heck? Nee. Even kijken. Als ik zo en dan nu zo, zo... Hoppatee. Oké, we zijn in ieder geval nu op de boot. Nu is de vraag, zit hier een chain body in? Nou, nog niet in ieder geval. Oké. Hier zit een chest. Ja, oh my god, thanks voor de tip mensen. We hebben gewoon een chain body. Kijk ons armor, we zijn ontiegelijk sterk op het moment. Oké, wat ga ik nu doen? Ja, ik ga mensen killen denk ik dan maar. Dit doe ik nog even zo. Ik bottle of a shan, ik pleur ik even de lucht in. Oh, hoppatee. Oké. What the fuck, hij viel dubbel. Goed, we gaan nu op zoek naar mensen. Als het goed is zit hier ergens iemand. Want daar wijst mijn kompas heen. Ja, daar rent iemand, oké. Dit is misschien niet slim dat ik nu het water in spring. Want hoe kom ik hier nou weer het water uit? Daar. We hebben ontiegelijk sterke gear vergeleken met wat je in de game kan krijgen. Want ik weet niet eens... Kan je een iron body krijgen in de game? Heb ik dat überhaupt ooit gehad? Ik weet niet. Oké, hier is iemand. Oh my god, die vent of luck. Oké, ik laat u nu eens even vechten, want... Oh, we hebben hier een teamer. We got a team alert. A team flurk. Wauw. Oké. Moet je nagaan. Je bent VIP, dus je hebt een paard. En zelfs dan moet je nog gaan teamen om te kunnen winnen.
Oh my god. Dit meen je toch niet. Dit is toch gewoon laag. Maar goed, dit is wat mag in Hunger Games. What the fuck heb je... God the damn. Holy guacamole. Wow, yo, do. Jezus, man. Oké, dit gaat hem denk ik niet worden. Ik moet nu heel veel HP gaan regenen, wat me toch niet gaat lukken. Er is ook weer iemand dood gegaan. Misschien als ik hier langs ren, dat zij hem dan focussen. Of ik kill hem. Kom ik hem killen? Nee, oké, ik ga weg. Ja, hij heeft nu wel op hem gefocust, maar goed, hij zit nu nog steeds achter mij aan. Ik haat dit zo. Oh, wacht, ik heb wel een kill. Cool. Hij zit nog steeds achter me aan. Hoezo? Ik kan ver wegslaan. Jemig. What the fuck? Help. Help. What the fuck moet ik doen? Oh my god. What the heck? Deze vuile forcefielder. Ga weg. Wauw. Nou goed mensen, bedankt voor het kijken deze aflevering van die Hunger Games. Ik ben in ieder geval blij met de tip dat... Dat iemand heeft achtergelaten waar de chain body ligt in deze map, weet ik dat ook weer. Dat ga ik echt onthouden. Dat is dat andere tips van andere maps worden gedaan, zoals die button. Bedankt daarvoor. Vergeet ook niet om het groene duimpje aan te klikken. Dat is een kleine moeite, lijkt me. Eventjes met je muis even snel erop klikken en het is klaar. Daar help je mij weer mee. Helaas konden we niet winnen. Twee VIP's waren aan het teamen. Nou ja, zoals ik al zei, je bent VIP, dus je bent al sterker dan een gewone speler. Dan moet je ook nog eens een keer gaan teamen. Beetje overbodig, lijkt me. Weet je wat, we wachten de deathmatch af met kerstmuziek. Dat doen we gewoon, zo zijn wij. 10 seconden begint hij. Kunnen we even zien wie er gaat winnen. Ik ben benieuwd of die vrouw nog, of vrouw of meisje, of kerel in een meisjeskind, weet ik veel, nog erin zit. Daar gaan wij nu achter komen. En het antwoord is... nee, voor mij is die, of is dit deze? Ja, hier is ze nog. Deze heeft mij vermoord. Dus ze is een iron body, weten we dat ook, dat kan. Nou, Monkey, jij hebt verloren, dat kan ik je nu alvast zeggen. What the fuck? Damn! Nou ja, goed mensen, ze heeft gewonnen. Bedankt voor het kijken nogmaals en tot de volgende keer.